Ja, en dan heb ik het ontzettend druk, beste vrienden, met vakantie vieren. Maar toch hou ik het nieuws bij. Ja, natuurlijk. Ja, en daar stoor ik me dan ook weer aan. En dan stoor ik me vooral aan bijvoorbeeld die mevrouw van justitie. Met die hele lastige naam. Ik kan die naam nooit onthouden. Maar die mevrouw van justitie, die heeft dus bedacht in haar enorme wijsheid dat de bekeuringen, die moesten maar, net als de inflatie, nog eens een keer 8 of 7% omhoog. Alsof je in Nederland al niet genoeg betaalt aan een bekeuring. Dat is dan werkelijk helemaal te gek. En ik bedoel, als je door rood rijdt, wordt het van 250, 280. Zit je te appen, dan wordt het van 350, 380. Ja, doe maar. En dan zegt zij, hè, die mevrouw met die hele lastige naam van justitie, die zegt dan, ja nee, het is niet omdat we meer geld willen vangen. Nee, het is voor de veiligheid. Nou, vrienden. Nou, toen kreeg ik me toch een lach bij. Nou, daar kwam ik bijna niet meer uit. Hanna op. Tuurlijk is dat gewoon weer om geld te vangen. Zoals alles bij de Nederlandse regering. Want ik bedoel, in Spanje, als je gelijk je bekeuring betaalt, hè, betaal je maar de helft. Om maar wat te noemen. Ja. Ja, daar helpen ze je een beetje. In Nederland helpen ze je niet, nee. Er staat op elke hoek van de straat staat een camera om je te fotograferen met je snelheid. Ja, je rijdt altijd wel een keertje ergens te hard. Ja, en hup, dan kan je weer dokken. En zo gaat dat maar. En datzelfde geldt voor het gas. In Spanje, daar verlagen ze de BTW en de belasting op het gas. Dat verlagen ze om de mensen te helpen. En dat doen ze niet in Nederland. Nee, dat is het gewoon. En belasting en nog eens een keer BTW erbovenop. Ja, en dan komt er zo'n Jette. En dan gaan we weer, die politiek. Dan komt er zo'n Jette. En Jette die komt dan vertellen, die zegt tegen zo'n bakker, dan moet je je brood maar op 120 graden bakken. Ja. Inderdaad. Inderdaad. Daar vallen jullie stil van en daar val ik ook stil van. En daar zijn dus geen woorden voor zoveel dommigheid en voor zoveel onbedoel. En die bakker die zei, die gaf nog antwoord ook, ja, dat kan niet op 120 graden, want dan wordt het niet gaar. Ja, dus wat blijkt, die Jette, die doet gewoon zijn bijnaam, doet hij alle eer aan, halve garen, want dat is wat je bent. Hij kookt zijn eitjes niet op 100 graden, maar op 50 graden. Dat doet Jette. Ja, en dan lekker, die heeft zin in een snotei. Dat vindt hij lekker. Zo zit het met die Jette en zo zit het met die politiek. Hoe, ook zelfs hier in Italië maak ik me er kwaad om.